Kijk, deze heeft bijvoorbeeld ook zoiets. Vind je deze ook schattig? Ja, die is ook schattig. Het was gisteren de laatste schooldag voor Melvin. Een paar uur later ging hij met zijn ouders naar het vliegveld. Op naar Nepal, een land in Azië. Daar gaat hij al deze knuffels aan kinderen geven. Omdat de kinderen daar heel weinig hebben en misschien ook wel soms niks. En ik wilde ze wat steun geven. Melvin kwam op het idee toen hij een half jaar geleden een reportage in het Jeugdjournaal zag. Bijna een jaar na de zware aardbeving in Nepal wonen families nog steeds in kleine noodhuizen. Ook de 12-jarige Ruby verloor haar huis. Dat vond ik ook wel erg jammer, dus ik bedacht, ik ga eerst knuffels voor kinderen in Nepal maken. Ja, dit was mijn eerste ontwerp, namelijk, dit is een fantasievos met een keukentje hier. Daarna ging Melvin aan de slag. Hij zette de mensen in zijn buurt ook aan het werk. Best wel veel kennissen, maar ook mensen die we eigenlijk bijna niet kenden. En die zomaar zeiden, ik wil wel meehelpen. Ook zijn klasgenoten besloten knuffels te maken. Het is best wel lastig. Ja, vooral het wol erin doen bij de kleine armpjes en de oortjes. Ik wil hem eigenlijk ook wel mee naar huis nemen. Maar dat kan niet. Nee. Knuffels zijn voor sommige kinderen heel belangrijk. Dus dan vind ik het wel knap dat hij niet alleen naar zichzelf kijkt, maar ook naar andere mensen. Melvin snapt dat gevoel heel goed. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn eigen lievelingsknuffel. En als ik die kwijt zou zijn, zou ik echt bijna misschien wel sterven van verdriet. Maar hun zijn misschien heel verdrietig omdat hun een lievelingsknuffel zijn kwijtgeraakt. En dan zijn ze tenminste iets blijer. Hebben ze tenminste iets om mee te knuffelen. De komende week reist Melvin langs verschillende dorpjes in Nepal om zijn knuffels uit te delen aan kinderen.